Eigenlijk wil ik... Ja, nee, dat ga ik niet op camera zeggen. Nee. Nee, dat laat ik voor mezelf. Dat is mijn doel. Zeg maar, dat is mijn droom. Ja, ik ben Niels Corsanje. Ik ben een zwemmer, ik ben 22 jaar en ik zit bij NC State University. Okay, ja, ik ben op 7-jarige leeftijd begonnen met zwemmen en dat was ook in Amerika. Ja, dat was bij een country club en dat was eigenlijk om mij en mijn broertje bezig te houden tijdens de zomer, omdat daar een hele lange zomervakantie is. En ik heb in Amerika ook nog hele andere sporten gedaan. Ik heb baseball gedaan, ik heb basketbal gedaan, ik heb... Atletiek heb ik nog geprobeerd, maar dat was daar heel normaal. Daar probeerde je eigenlijk alle sporten om te kijken wat paste. En uiteindelijk ben ik blijven hangen bij zwemmen. Waarom koos ik voor zwemmen? Ik heb gekozen voor zwemmen omdat ja, ik best wel verslaafd werd aan verbeteren. En ja, ik gewoon zwemmen heel erg fijn vond en leuk vond. Ja. Mijn mooiste sportmoment? Ja, dat was denk ik een wereldrecord zwemmen met de Nederlandse ploeg op de 4x50 vrijslag mixed in Kopenhagen in 2017. Ja, met Renomi en Femke en Kyle Stolk, ja. Mijn grootste sportidool, dat is Caleb Dressel. Dat is ook een college zwemmer. Die is 3 jaar ouder dan mij en die zwom bij University of Florida. Ja, en die is eigenlijk 10 jaar zijn tijd voor. Dus die is gewoon heel goed. Ja. Ja, ben ik met mijn studie even gedreven als met mijn sport? Ja, ik denk het niet. Omdat ik met zwemmen best wel extreem gepassioneerd ben. En als ik dat ook nog met school zou hebben, dan zou ik echt Sjaak zijn. Want dan zou er niks meer overblijven van mij. Ik kan niet zo slecht tegen mijn verlies. Nee, ik ben best wel... Ik kan wel slechter tegen als ik het zelf verpruts. Dus ik heb niet zo heel erg veel met concurrentie, moet ik zeggen. Ik heb vooral, als het zelf niet lukt, dan baal ik. Ja. Oeh, wat was voor mij doorslaggevend om naar Amerika te gaan? Een goede vraag. Ik weet het wel. In het begin van 2018 ben ik naar Amerika gegaan op een trip. Om te kijken hoe het was. Want ik stond er toen niet zo goed voor met mijn middelbare school. En toen dacht ik van, of ik kan super gemotiveerd worden van deze trip. En dan geeft het me extra fuel om zeg maar die examens goed te doen. Of ik wacht een jaartje. Maar toen na die trip dacht ik wel van ja, dit is mijn plek. Zeg maar, toen had ik wel gevonden van deze mensen zijn zoals mij. En hier voel ik me thuis. Dus ja, nee, dat was wel heel erg waardevol. Ja, hoe waren de mensen hetzelfde als mij? Ik denk dat het er meer in de cultuur zat. En de wil om te winnen en ook... jezelf durven zijn. Het was toch in Nederland dat ik best wel veel opgegroeid was in bepaalde kringen waar je eigenlijk op een bepaalde manier moest gedragen om erbij te horen. En in Amerika zag ik dat eigenlijk iedereen heel anders was, maar ze wel heel normaal met elkaar omgingen. En dat was gewoon, ja, ik weet niet, het was wel een openbaring. En ze waren er ook heel erg zichzelf en gewoon vriendelijk. En ja, ik weet niet, dat bleef wel bij me. En toen ik terugkwam, toen dacht ik ook van ja, fuck, hier moet ik naartoe. Dit is gewoon mijn plek, zeg maar. Dit zijn mijn mensen, dus ja. Ja, ik ken nog best wel wat student-athletes die naar de Spelen gaan. Sowieso bij mijn team zijn er een aantal. Dus het is heel erg vet om die weer te zien in Amerika. Of sorry, in Japan. En ja, ik ken nog wel een aantal anderen ook bij NC State. Niet bij het zwemmen, maar bij andere sporten die ook gaan. En dat is wel, ja, ik weet niet, dat is wel cool. Ja. NC State die reageerde er super trots op. Die waren ontzettend blij en ook best wel... hoe zeg je dat? Gewoon dat een lading ook van hun afviel. Omdat zij natuurlijk mij de vrijheid hebben gegeven om een jaar hier te blijven. En echt te focussen op die Olympische droom. En ja, dat gunnen ze me wel heel erg. Ja, zeker. Ja, mijn teamgenoten die zijn super trots. En ja. Nou, mijn verwachtingen van Tokio zijn dat het een hele bijzondere speler gaat worden. Met name vanwege corona eigenlijk. Er zijn nog best wel wat regeltjes waar je aan moet houden. En ja, weet je, dat moet ik eigenlijk een beetje loslaten. Want ik moet mezelf daar gewoon vrij in voelen eigenlijk.
Maar ik verwacht wel dat het een spektakel gaat worden. Ja, ik kijk er wel heel erg naar uit om daar in het dorp te lopen en gewoon zo ontzettend veel atleten te zien. En ja, ik denk dat ik daar heel veel energie van krijg. Ja, ja, dat is wel lastig, want daar heb ik best wel over nagedacht wat mijn volgende doel is. Ik weet nog niet wat mijn volgende doel is. Ik denk gewoon de best mogelijke prestatie neerzetten in Tokio. En er vooral staan met mijn team, met de estafette, de 4x100 wissel mixed. Want ja, daar zitten we best wel goed. Zitten we, ja, op dit moment staan we vijfde van de wereld. Dus ja, weet je, daar liggen wel kansen. En ik wil eigenlijk gewoon een goede asset zijn voor de estafette. Dus ja, daar zou ik graag een stapje op willen maken. Maar voor daarna weet ik nog niet. Nee. Eigenlijk wil ik... Ja, nee, dat ga ik niet op camera zeggen. Nee. Nee, dat laat ik voor mezelf. Dat is mijn doel. Zeg maar, dat is mijn droom. Oeh, meedoen is belangrijker dan winnen. Dat is wel een goede vraag. Dat weet ik niet. Ik denk dat voor een hele hoop winnen belangrijker is. Maar dat is natuurlijk voor de kanshebbers. Ik denk voor mij op dit moment is het belangrijker om mee te doen. En misschien in de jaren hierop volgend is winnen belangrijker. Weet je, het is... ja, het ligt er maar aan wat je doelstelling is. Maar bij de meeste wedstrijden, dan kom ik wel om te winnen. Ja, zeker. Maar door de Olympische Spelen, dat is zeg maar het feit dat ik dat gehaald heb, dat is al een win eigenlijk. Ja. Estafette. Dat is wel een goeie. Ja, ik denk Nederland. Maar dat is gewoon omdat Nederland, ja, ik weet niet, dat is mijn thuisland. En elke keer als ik hier kom, dan, ja, dan merk je toch weer van, ach, weet je, this is my home. Dus ja, dan kies ik toch voor Nederland. Ja. Sport. Ja, dat is ook de reden dat ik, ja, ik weet niet, naar Amerika ben gegaan uiteindelijk. Middagtraining. Ik hou wel van ochtendtrainingen, maar ze mogen van mij wel iets later. Dus dan, ja, kom je toch uit op de middag. Ja. Krachttraining of conditietraining? Dan kies ik voor krachttraining. Ja, krachttraining, dat, ja, ik weet niet, dat past ook iets meer bij mijn zwemstijl. Zeg maar sprinten, dus ja. Teamsport of individuele sport? Nou, ik vind het wel heel erg fijn als er een team bij is. Dus dan kies ik toch voor teamsport. Ook al is zwemmen toch best wel een individuele sport. Ja, toch wel teamsport. Dat is ook waarom ik naar Amerika ben gegaan. Ja. Olympische Spelen. Teamuitje of familievakantie? Familievakantie. Ik ben tot nu toe elk jaar met mijn familie in de zomer op vakantie geweest. Ja. En dat hou ik ook zo lang mogelijk zo. Ja, nee, daar hou ik heel erg van. Strand. 100%. Binnenbad of buitenbad? Buitenbad. Ik hou erg van in de zon zwemmen. En NC State krijgt ook een buitenbad erbij. Dus dat is wel, ja, dat is wel fijn. Dat is wel leuk. Ja. Oeh, verliezen of vals spelen? Verliezen. Ja, nee, ja. Vals spelen, dat vind ik eigenlijk gewoon... Ja, ik weet niet, het staat niet in mijn woordenboek. Want, nee. Portugansbord. Want ik hou van gewoon familiespelletjes en samen zijn. En ik ben niet echt een gamer, dus ja, ik heb liever gezelligheid. Ja. Ik ben een beetje van beide, maar ik denk dat ik dan toch meer een planner ben. Ja, ik hou wel ervan om te weten waar ik aan toe ben. En om het voor elkaar te hebben. Maar ik ben ook best wel chaotisch. Ja, vooral op mijn kamer. Ja. Nou, als je elk ander eten had genoemd, dan had ik voor superfoods gekozen. Maar ik denk toch broodje courgette, maar dat is gewoon omdat ik daar heel erg van hou. Maar normaal gesproken ben ik best wel van het gezonde eten, ja. Niels, bedankt man voor dit leuke interview. Ja, thanks. Ik denk zeker dat de mensen thuis ervan gaan genieten. We hebben nog een mooi Slamstorks t-shirt voor jou. Nice. Maar ja, zoals altijd bij ons, je moet het wel verdienen. Ja. Dus eigenlijk is de vraag, welke pin is van jou? Ik weet het, als je hem goed hebt, dan is die voor jou. Die. Ja, dat is hem, hè? Ja. Thanks. Klasse, man. Nou, thanks.